Ik heb net gezien in de instellingen bij YouTube dat ze iets hebben aangepast dat ik niet echt meer mag schelden meer. Ik ben inmiddels ook weer aan de kook. Gewoon echt van koken. Dat is bij het gesprek geweest bij in Zwolle. Wat een beladen onderwerpen of dingen hebben we besproken. Maar ja. Mensen, het is 3:00 weer precies. Super tof dat jij weer hebt geklikt op deze vlog. Sorry voor mijn energie die even wat minder is. Het is op dit moment nu 5:50. Over iets meer dan een half uur. Moet er alweer vandoor. Ik heb de vlog die jullie gisteren online zagen, heb ik vannacht, tot over 12 heb ik dat bewerkt. En daar was de wekker. Rond 4:30. Ja, dan moet ik wel juist. Ik heb er zoveel zin in. Om letterlijk en figuurlijk. In ieder geval ga ik wel vanmiddag, als ik hier weer terug ben, want ik heb werk tot 12:00. En dan ga ik gewoon direct weer terug naar huis toe. En dan ga ik gewoon weer lekker in mijn bed. En als ik dan nog moe ben, ga ik gewoon lekker slapen. Ga ik nog even 3 uurtjes pitten. 4 uurtjes. Zodat ik in ieder geval een beetje mijn slaap weer heb. Ik ga ondertussen ook nog even ontbijten en ik neem jullie dus mee. Ik ga dus ook laten zien wat ik gewoon straks ga ontbijten. Ik heb jullie gezegd dat ik dat zou laten zien dat ik wat ik ging ontbijten, maar uiteindelijk heb ik dat helaas niet gedaan. Ik weet niet, misschien was ik een beetje te moe, nog steeds trouwens. Maar ik had gewoon 2 broodjes met hagelslag gegeten en een glas melk. Ik ga er ook gewoon nu zo vandoor en dan zie ik jullie wel als ik in Zwolle ben. Ik denk dat ik nog wel even een gratis broodje naar keuze geven. Ik heb bijvoorbeeld niet genoeg energie. Dus ga ik dat even bij Albert Heijn te koop halen. En dan ga ik ook direct door naar mijn werk. Ik heb net gezien in de instellingen bij YouTube dat ze iets hebben aangepast dat ik niet echt meer mag schelden meer. Ja, dus ik moet me eigenlijk een beetje beperken in de vlogs. Sorry dat ik net een beetje te praten, maar ik zit elke keer iets tussen mijn tanden wat niet echt bepaald leuk is. Misschien de rucola of sla. Ik heb een broodje gegeten bij me op het werk. Maar daardoor waren de afgelopen 2 dagen voor mij gezien dat de inkomsten wat lager waren. Ik hoop dat het allemaal wel goed komt. En ik zeg je heel eerlijk, als ik de komende tijd nog minder ga verdienen, dan ga ik echt echt contact opnemen met YouTube, want ik weet dat er een YouTube Nederland is en hopelijk kan die me eigenlijk verder bij helpen, want het is gewoon eigenlijk gewoon niet leuk, want waarschijnlijk kan het wel zo zijn dat ik af en toe wel ZF woord zeg, ja, en daardoor verdien ik, normaal gezien verdiende ik al niet zo heel veel, 15 cent gemiddeld per video. Maar nu verdien ik dus 0,0001 cent per video. Ja, sorry. Sorry dat ik het zeg, YouTube. Ik snap jullie wel, in die zin. Ja, want je wilt uiteraard dat de vlogs of de video's, iedereen het veilig gewoon kan kijken, uiteraard. En dat snap ik ook. Alleen, jullie hebben het zeg maar al een beetje beperkt. Eigenlijk al een begin. Met de drempel van 1000 weergaven. Nee. 1000 abonnees, 4000 kijkuren. Dus het komt allemaal meer op gang om zeg maar voor ons als content creators het moeilijker te maken. Maar tegelijkertijd is het ook wel leuker. Want ja, kijk, ik spaar nu langzamerhand wel, althans met de vlogs. Dus dat komt sowieso goed uit. En ik heb ook de klantenservice van NS gebeld. Over dat ik zo hoge reiskosten heb. Als de factuur daarvoor binnen is over 3 weken. Dan kan ik daar ook contact op nemen. Want het is een beetje apart. Want ik reis zeg maar normaal gesproken gewoon binnen het traject. Ja, en heel af en toe is ik eigenlijk een keer erbuiten. En meer is het eigenlijk ook gewoon niet. Dus. Maar ja, ik ga nog even wat voor mezelf doen. En dan is de vlog die je gisteren bijna online zag. Is alweer bijna online. Het zit met 2 uur, dus over een uurtje
is nog ongeveer online. En ik heb ook ondertussen heb ik de vegetarische ja, schijven eruit gehaald, om het maar zo te zeggen. Het ziet echt apart uit. Ja, het ruikt ook een beetje apart. Het ruikt een beetje naar roggebrood, om het maar zo te zeggen. Dus ik ga die ook even opruimen. Dat komt ook sowieso even goed. Maar eerst even lekker een tijdje voor mezelf. En dan heb ik ook nog jong. Ik was echt jongeraad vanavond. Maar nee, ik heb vanavond heb ik vanuit JBOV heb ik een bespreking over ja, wat er bij mij allemaal goed is gaan. Ja, sorry, ik irriteer me echt aan mijn gebit nu. Maar daar ga ik dus over praten. En ja, ik ga het nu echt even rustig aan doen. Want ik zie ook aan mezelf dat ik te druk bezig ben nu met vloggen. Dat ik te weinig tijd heb voor mezelf, terwijl het wel gescheiden moet blijven. Dus ik leg de camera nu eventjes neer. Ik ben inmiddels ook weer aan de kook. Gewoon echt gewoon koken. Ja, ik heb eventjes in de worst gehad, omdat ik eigenlijk de hele week al bijna op dit leef. Hagelslag, chocopasta en speculoos. Ja. En een beetje variatie erin, is ook lekker. Ja, niet voor de week van het vlees inderdaad. Daarom heb ik voor vanavond een champignonburger geprobeerd. Het ruikt niet lekker, moet ik ook eerlijk toegeven, maar we gaan het gewoon zien. En ik zie jullie dus als het eten helemaal klaar is. Ik zeg jullie het goedkoopste maaltijd wat ik eigenlijk heb gegeten. Die vega champignonburger was niet te eten. Daarom heb ik dus mijn gerookte worst in plakjes gesneden. Aardappelschijfjes heb ik even in olijfolie gefrituurd. Ja, kan ook. Dat is soms ook, dat is wel duurder. Maar als je het helemaal hebt, dan valt het mee. Tomaatjes. Beetje mayonaise voor de krielpen, bijvoorbeeld bij de aardappelschijfjes. En appelsap. Ga ik tv kijken en tegelijkertijd wachten op mijn pakketje die er straks aankomt. Dus ik ga hier gewoon zo ouderwets van genieten. Ik ben weer terug in mijn appartement. Ik ben dus bij het gesprek geweest bij in Zwolle zo net. Het was liep een beetje uit. Het was toch tegen een uurtje of bijna 10 uur. Dus ongeveer 3 uurtjes hebben we vergaderd. En wat een beladen onderwerpen of dingen hebben we besproken. Maar het gaat ook immers. Ja, over de jeugdzorg. En ja, het geknipt ondertussen. Maar ja, het was echt een heel goed gesprek. Ja, je ziet wel verschil in tussen mensen die wat hebben meegemaakt, uiteraard. Maar wat het meeste, ik ga dit niet in de vlog bespreken, maar één man had wel iets verteld. En dat raakte mij zo erg dat ik op dat moment bijna emotioneel van werd. Omdat er waren 2 mensen die echt gingen vechten om zeg maar je kind terug te kunnen krijgen en je ja, het is een zo beladen en heftig onderwerp, maar ja, meer ga ik uiteraard niet hier in deze vlog bespreken. Ik heb wel wat lekkers gekregen ondertussen, omdat ik erbij was. Nou, mijn keel die speelt lekker mee. Ik heb een thank you gekregen. Nou, dat was ook hartstikke fijn. Ja, hier dit. Was het onderwerp eigenlijk. Dit kan ik nog wel laten zien. Het gaat niet over, er zijn niet echt bepaalde dingen tussen. Dus hier ging het eigenlijk het gesprek een beetje over. Ik ga ondertussen ook even hier binnen een beetje opruimen. Ook omdat Suzanne en Henrique morgen hier komen. Terwijl de vlog al online is, zijn ze al hier. Dus hallo Henrique en Suzanne die dit kunnen kijken. Maar in ieder geval ga ik dus alles hier een beetje opruimen. Mijn keel heb ik nog steeds last van, want ik heb nu de neiging om te gaan hoesten. Nou ja, precies. En het cadeautje voor Suzanne die is ook al binnen. Die zit hierin. En ik vind het een hartstikke leuk cadeautje. Dus ook een beetje om haar te bedanken in de tijd dat ze hier was. Want ja, ik zeg heel eerlijk. Ja, het was ook een moment dat ik echt dacht van, weet je, rot maar op. Ja, op sommige momenten had ik dat echt. Maar uiteindelijk konden we wel zeg maar door 1 deur. En dat is gewoon echt het belangrijkste.
Zo, ik doe gewoon dus even alles dicht hier. Ga ik gewoon lekker relaxen, straks als ik alles heb schoongemaakt. Mag ook wel na zo'n lange dag. Ik ga denk ik wel iets eerder slapen vanavond, want ik ben al sinds 7:30, 4:30 al wakker vandaag. Ja, voor jullie gisteren. En het is op dit moment nu nog 10:30, 11:00. Ik ga zo meteen nog even de vuilnis even weer weggooien, zodat dat ook weer helemaal klaar is. De bende van Alenda een beetje opruimen hier. En dan zie ik je zo weer. Oh, nou, dit is toch wel even een ander plaatje. Dus als we mijn camera moesten eventjes scherp stellen. Ik ga eventjes hier even tv kijken naar de Thank You van Milka. En dan ga ik hier lekker wat doen voor mezelf. Mag ook wel eens een keer. En dan, ja, ik heb het hier ook al bijna opgeruimd. Ga ik hier morgen in de vlog ga ik het hier nog verder schoonmaken. Maar dat zien jullie dus in de vlog van morgen. En dan, ja, zeg ik bij deze dat ik jullie zo zie. Dus, joejoe! Beste mensen, ik ben, wat ik net tegen mezelf zei, ik ben echt helemaal dood. Ook logisch. Ik heb een lange dag gehad. Ik ga dus ook helaas dan hier al wel de vlog bij afsluiten. Dus hopelijk heb jij genoten van deze vlog. Zo ja, top. Dankjewel. Met een duimpje omhoog. Abonneer als je dan nog niet hebt gedaan hier beneden. En hopelijk zie ik jou morgenmiddag om 3:00 in de middag groter bij een nieuwe vlog. En zeggen we zoals altijd. Laters.